Goedemorgen. Het is vandaag weer woensdag. En Marley Jane die gaat zo lekker naar school. Ja. En ik ben ook al beneden. Want Jackson die was best wel vroeg wakker. Al voor 6 uur. En die had geen zin meer in. Dus die ligt nou even weer hier. Want ja. Als je dan besluit om naar beneden te gaan, omdat meneer niet meer wil slapen, dan ben je net 10 minuten beneden. En wat gaat meneer doen? Slapen. Ja. Dus Martje gaat zo naar school. Hoppakee. En ze krijgt toch wat sokken. Sokken heb ik. Ik heb ook school wat aan doen. Veel plezier op school, Martje. Doei! Hi, daar ben ik weer. Nou, ik heb dus echt iets gedaan wat ik normaal eigenlijk niet zo vaak doe. Maar Leroy is Marley Jane naar school gaan brengen. En toen heb ik tegen Leroy gezegd, ik ga nog even naar bed, want ik ben echt kapot gewoon. En ik heb met Jackson, die sliep toch, ben ik naar bed gegaan. En Leroy die is vrij, omdat hij gisteren jarig was. Dus ik ben nog even met Jackson naar bed gegaan. En ik ben nu net pas wakker geworden en het is 11:15. Dus we zijn in ieder geval uitgeslapen. En ik hoor dat Leroy alweer bezig is in de tuin. En ga kijken of het allemaal lukt met Leroy. Want hij staat er nu alleen voor in de tuin en met Lindy mee. Eerst even. Jackson aankleden natuurlijk. Ik heb al wat gepakt wat hij aan gaat doen. Even bakken. Hier is het. 1, 2. Zo. Zelfs ik, als moeder van 3 kinderen, vind het nog altijd lastig om uit te zoeken wat je nou aan moet doen met dit weer. Hij zegt dat het ongeveer 20, 22 graden wordt. Maar ik vind het gewoon lastig met kleine baby's. Wat nou verstandig is. Dus ik heb gekozen voor een rompertje. Met korte mouwen, maar dan wel een lange broek. Wat doen jullie eigenlijk, jullie kinderen, aan? Wat houden jullie een beetje aan? Ik heb zoiets van, als het boven de 20 graden wordt, dan doe ik korte mouwen. En als het dan boven de 25 graden wordt, dan doe ik een korte broek. En als het boven de 30 graden wordt, dan alleen een romper. En als het echt boven de 35 graden wordt, dan denk ik alleen een luier. Maar ik vind het lastig, merk ik aan mezelf hoor. Het blijft gewoon een lastig iets. Maar vandaag heb ik gekozen voor een lange, luchtige stofbroek met een romper. Jackson is er klaar voor. Tada! Nou, ik zei toch dat papa druk bezig was in de tuin. Dat hoorde ik. Nou, dat is dus ook echt zo. Hij is alweer lekker bezig, terwijl ik lag te slapen. Soms heb je echt het gevoel gewoon dat je echt even moet slapen, want anders dan gaat je batterij gewoon kapot ofzo. Nee, maar het verschil tussen werkpaarden en sierpaarden natuurlijk. Ja, je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden. Nou, ik weet niet wat ik voor paard ben. Een nelpaard. Luipaard. Luipaard, ook goed. Maar dat is dan niet. Nee, zeker niet. Nou, dan ga ik ook maar naar beneden. Gisteren is Leroy 30 jaar geworden. En dat kan je natuurlijk niet helemaal zo voorbij laten gaan, althans dat vond ik. Dus we hebben wel vlaggetjes opgehangen. Yay. En ook iets grappigs op de deur. Ja, de deur wordt niet gekocht. Voor de piepoera, papa 30. Corona stijl. It's corona time. Corona stijl birthday. Hey, it's corona time right now. It's corona time. En vandaag zijn er nog wat dingetjes gekomen. Dat denk ik dat dat niks is. It's corona time. Kijkje voor mij. En dan maar goed. Ja, want gisteren hadden we ook al wat leuke dingetjes gekregen. Een paar leuke kaarten. En deze echt superleuke ballon. Maar ja, wie vindt die ballon het allerleukste? Lindy mee. Lindy mee die loopt de hele dag met die ballon. Zo, ik pak hem 10 keer mis. Even zo. Deze. En wat heb je nog meer gehad? Oh ja, wat Patricia, een taart. Een slagroomtaart, maar die zit erop. Ja, die hebben we opgegeten. Een slagroomtaart met zijn eigen gezicht erop. Oh ja. Buren dit tegen horen. Ja, op alles opvangen wat ik vraag. Zo, dat je hier staat, dat je daar. Die familie van de allemaal weg. Oh, nou, jij mag het openmaken. Mm. Dit is niet echt de birthday, geloof ik. Wauw.
30, oud hè? Ja, zeg wat. Zo. Oh. So. Wow. No, no. Die van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Helaas vieren we het op afstand, maar er komt een moment dat je er toch niet onderuit komt. Welkom bij de Club van 30. En happy dirty, Martin, Angela en Daan. Ah, oh, dankjewel. Wauw. Grappig zo, ja. Familie van de Langeberg. Ik ben toch jarig? Ik, ja, moet je samen delen deze prijs. Ja, we zijn allemaal een beetje jarig. Dat mogen we allemaal doen. En van wie was die kaart met die varken dan? De twee biggetjes erin. Wij hebben de drie. Van Ivo, Alicia, Tom en Jackie. Hoera, 30. Kan natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag. We komen gauw langs wanneer het weer mag. Liefs. Het rijmt. Ja, ze kan ook rijmen. Dag. Ja. Leuk hè, papa, ben je vandaag ook nog een beetje jarig. Een beetje, dat wordt erbij. Ja. Maar ja, dit werkpaard moet ook weer gaan werken in de tuin, dus. Nou, succes hè. Dankjewel. Geniet maar even van dit stille beeld van een heerlijk belegd broodje. Van de Spar. Ga jij weer zitten bellen? Ja. Echt hè, elke keer in die vlog zit je te buiten vaag te Moet je nou weer bellen? Daar is hij op. Draai eens om. Hey! Ik ben gewoon thuis, ja. Ben jij gewoon thuis? Kijk, hij zit nu in de vlog. Nou, fijn. En hun kinderen. Maar die is weer naar school geweest. Oh, ik ben nog een beetje ingekomen. Nee, jij was er niet. Was leuk op school, dat. Dat is een lekkere donut. Ja, precies. Nou, lekker druk. Maar Din heeft de boterham opgegeten met chocoladepasta. En pindakaas. En dan nog even lekkere donut. En Leroy heeft een lekker broodje van de Spar gehaald. Bij ons in de Spar, hier in Amsterdam, maken ze echt zulke lekkere broodjes. Echt. Super lekker, ik zou het elke dag wel kunnen eten. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet, want ik heb ook geen geldboom. Eet smakelijk! Zo. Ik heb hier een bakje met chipjes die Lindy mee heel erg lekker vindt. Deze. En ik ga ook eens die challenge met haar doen. Kijken of dat zij de chipjes kan laten staan als ik weg ben. Ik ben benieuwd. Deze chipjes die moet je laten staan. Nee, wacht op mama. Nou, die chipjes challenge met Lindy Mae is dus niet echt gelukt. Want ik was nog niet eens de kamer uit en Lindy Mae die... en Lindy Mae die gooit het bakje al om. Dus Lindy Mae is gefaald helaas voor die challenge. Lindy Mae ligt even lekker op bed. Marleen is buiten spelen met vriendinnetjes. En Leroy die heeft even pauze. En Jackson die slaapt weer in die schommelstoel met dat leuke deuntje. Zullen we even naar hem kijken als we hem niet wakker maken? Schattig hè? Zullen we even een kijkje nemen in de tuin? Ik ben trouwens nog steeds mijn oorbel kwijt. Maar ik ben er niet meer zo gefrustreerd door. Dat was maar een paar dagen.
Dit is een beetje hetzelfde gebleven. Maar, kijk, Leroy die zit niet stil natuurlijk. Moet ook niet. Dit heeft hij al helemaal getegeld. Dat ook. Hier komen nu allemaal tegels. Dit stukje heeft hij al gedaan. Hier, hij is nu bezig met slijpen. Deze. Want hier moet, nou, hier moet natuurlijk nog wat in. En dit stuk moet nog. Hier moet nog wat in. Dus het begint ergens op te lijken. Hij is hard bezig. En dan, als dat klaar is, dan gaan deze palen daartussen. Want nu is dat vooral voor Lindy May heel erg verleidelijk. Om zo, hup, zo naar de buurvrouw te lopen. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ondanks dat we een hele lieve buurvrouw hebben. Het is niet de bedoeling dat ze de hele tijd daar in de tuin gaat natuurlijk. Dus dan doen we die palen erin. En dan deze ertussen. Zo'n soort schaaphek. Nou, het begint wat te worden toch. En hier komen uiteindelijk plantjes in. Dat is een beetje. En dan zijn we klaar. Klaar met de tuin. Nu gaan we binnen. Ik ga zo even opruimen. En even de keuken schoonmaken. En de vaatwasser even doen. En daarna zal Lindy May wel weer wakker worden. Nee, grapje. Ik ben niet zo lang aan het opruimen en de vaatwasser nu. Nee, dan ga ik even met Jackson. En dan daarna Lindy May uit bed halen. Doedels. Ik dacht misschien is het wel leuk om even een kleine update te geven over wat Jackson al allemaal kan. Jackson is nu 4 maanden en 2 weken. Dus eigenlijk 4,5 maand. En wat kan die? Hij kan heel veel geluidjes maken. Hij brabbelt heel veel. Hij gilt ook echt heel veel. En hij schreeuwt. Hij is heel erg aanwezig. Hij kan heel erg lachen. Hij is heel vaak aan schaterlachen. Hij vindt echt heel veel dingen heel grappig. Hij vindt Marley Jane ook echt heel grappig. Hij kan van zijn rug naar zijn buik rollen. En dat doet hij heel vaak. En dat is soms wel vervelend. Omdat hij nog niet terug kan rollen. Dus dan, zodra je hem dan neerlegt, dan rolt hij binnen no time rolt hij om. En op een gegeven moment is hij dan zat. En dan gaat hij zitten mopperen. En dan moet je hem weer terugdraaien. En dan draait hij weer gelijk om. En dan ligt hij weer op zijn buik. En dan gaat hij zitten mopperen. En zo gaat dat dan een beetje door. Dus hij kan wel van rug naar buik. Maar nog niet van buik naar rug. Hij kan ook al heel goed. Nou ja, heel goed. Hij kan ook al goed speeltjes pakken. Als je ze laat zien. Dan wil hij ze meestal wel pakken. Nu niet. Hij denkt, oké, ik ga niet laten zien wat ik kan. Ga het pakken. Pakken dan. Hij denkt, dag, pak het lekker zelf. Ja, of misschien vindt hij dat speelgoed gewoon niet leuk, deze dan. Kijk, daar gaat zijn handje. Jij hebt nou mij gepakt, maar... Nee, dat ben ik. Je moet toch dit dingetje pakken? Kijk, daar gaan zijn handjes weer. En dan hebt hij het. Ja, dit is niet zo echt een handig ding om te pakken. Dit is heel erg glad. Goed zo. Dus hij kan ook al speelgoedjes vastpakken. Nog niet echt heel goed, maar hij is in ieder geval daarmee bezig. Ja, en verder, ik ben nog niet echt begonnen met hapjes met hem. Het consultatiebureau zegt dat vanaf 4 maanden ongeveer wel kan. En het is natuurlijk ook wel een beetje waar je jezelf prettig bij voelt. En wat jouw kindje ook fijn vindt. Dus ik vind die methode replay, denk ik dat je het uitspreekt. Dat je je kind stukjes eten geeft, dat vind ik zelf wel een hele fijne methode. Dat je gewoon een stukje broccoli of een stukje bloemkool of een boontje of zo. En dat ze dan zelf kunnen ontdekken ermee. Dat vind ik zelf een hele fijne methode. Ook omdat ik niet zo ben van de potjes. En ik mix het zelf ook niet echt. Want ik heb niet, volgens mij niet eens een staafmixer.
Dus die methode vind ik wel fijn. Maar op zich, ik heb Lindy mee ook wel eens potjes gegeven. Zeker van fruit, want die vinden ze bij mij altijd wel lekker. Maar ik heb nu nog niet echt het idee dat Jackson daar behoefte aan heeft. Hij vindt borstvoeding nog genoeg. En dat mag. Hé? Dat mag. Ja, dus dat eigenlijk. Het gaat hartstikke goed met hem. Ik moet binnenkort weer naar het consultatiebureau. Dan zullen we weer weten hoe lang die is. En hoeveel kilo dat die weegt. Maar volgens mij gaat het hartstikke goed. Hij is een hartstikke lekker ding. Toch, Jackson? Is het herkenbaar voor sommige ouders dat je kind naar school is geweest en dat je echt heel je kind gewoon amper ziet? Nou, dat heb ik dus met Martin. Kijk, ze is nou weer daar, rent ze. Helemaal aan het spelen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt, met water. Ze is net in het zwembadje geweest bij een vriendinnetje en nu zit ze weer een watergevecht te doen met andere kinderen. Ik heb Marty misschien een uurtje gezien. Kijken wat jullie nou zitten te doen. Nou, ze zijn dus helemaal leuk met water aan het spelen met z'n allen. Zijn jullie met watergevecht aan het houden? Ja! Leuk zeg! Weet je? Wil je even water? Ik heb geen waterballon. Nee, hè? Ga rennen! Nou, daar gaat ze weer. Nou, zo gaat dat dus. En dan zie je je kind dus bijna niet. Herkenbaar voor sommige ouders. Ja. Nou, dat bedoelde ik dus met dat hij zo gilt en schreeuwt. Als hij iets leuks hebt, dan kan hij schreeuwen, joh. Ik had eigenlijk het idee om ook die challenge met Marley Jane te doen. Maar het is al 6 uur geweest en zij is nog steeds buiten met een vriendin. En ja, wij hebben al eten opstaan. Dus ik ga nu die challenge met haar niet meer doen. Zo zie je maar, soms loopt het even anders dan dat je gedacht had. Toch, papa? Helemaal. Soms loopt het even anders dan dat je gedacht had. Dat hoort erbij. Wij gaan lekker eten. Sushi. En wat van een barbecue. En hun zijn al lekker aan het eten, maar Jane is er eindelijk weer. Ik heb je de hele dag bijna niet gezien. Wat was je de hele dag aan het doen? Ja. En jij bent naar school geweest. Heb je me niet gemist? Ja. Nu even lekker eten. We hebben een gezellig bezoek. Het is een tijdje, hè? Dag, tot volgende week. Doei. Nou, dat was toch nog niet de vlogafsluiter. Ik zie jouw hoofd niet eens, joh, door de zon. Oh ja, je hebt toch wel gezicht. Barbecue al. Lekker barbecuen. Mm. Met sushi. Dat is echt een super combi. Ja, heel aan te raden. Helemaal aan te raden. Met een zonnetje erbij. Ja. Anders is het niet lekker. Zonder gezicht. Ja. Dag mensen! Doei. Tot volgende week!